Dit is Eigen Huis en Tuin met Roel Jansen. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Je zit de komende 3 weken, dus ja, leuk dat jullie er zijn. Geen straf in het mooie huis, hier op het Roelpark. Ja, ik zit hier prima. Zoals je ziet, ja, mooi huisje, is groot genoeg voor mij alleen. Het is lekker weer buiten, dus ja, natuurlijk wil je lekker trainen en zo, maar ja, ik had slechter kunnen zitten. Ja. Ja, maar in alles een bizarre tijd, toch? Ja, ja, zeker. Ja, zo in één keer richting het einde van het seizoen, de spannende wedstrijden komen eraan. Dan in één keer ja, zit je thuis en ja, heel onzeker allemaal. Dus ja, vervelend, absoluut. Neem ons eens even mee, hoe kreeg jij deze maatregelen allemaal mee? Ja, je houdt zelf natuurlijk de voetbalsites in de gaten, voetbalprimeur, voetbalzone. Dus zodoende ja, blijf je wel een beetje op de hoogte. En, ja, in de spelers-app die we hebben, werd regelmatig gestuurd door teammanager Wim Jacobs en andere spelers die we iets hadden opgevangen. Dus ja, zo ben ik wel op de hoogte gebleven. Ja. Nu zit je thuis, maar je bent een profvoetballer. Hoe hou je jezelf fit? Ja, ik heb wat spullen meegenomen, een matje voor wat dumbbells en zo. Dus ja, toch een beetje wat krachttraining kan doen. En ja, er ligt een mooi bos hier om mijn huis heen, dus ja, de bos in. Hoe zie jij de na-corona-tijd voor je? Ja, vind ik heel lastig om te zeggen. Ja, je kan nu sowieso tot 6 april wordt er sowieso niet gevoetbald. Ja, is dan nog maar de vraag of het probleem dan al helemaal opgelost is. Ik verwacht zelf van niet, maar laten we daar in ieder geval van uitgaan dat het wel zo zou zijn. Ja, dan kunnen we niet gelijk de week daarna beginnen, denk ik. Want ja, je hebt 3 weken geen bal aan. Ja, weinig gedaan. En minder gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus ja, ik verwacht dan dat team zo een week of 2-3 nodig hebben minimaal om opnieuw voor te bereiden. Dus ja, heel onzeker hoe het gaat lopen. Ja, heel veel succes dan. Ja, dankjewel.